Absoluut. Er zijn een paar plekken waarvan u zegt, ik kan echt niet anders. Daar moet de stikstofuitstoot binnen 8 jaar tot wel 95% dalen. Als daar een boer niet vrijwillig uitgekocht wil worden, dan is op die plekken onteigening onvermijdelijk, toch? Ja, wat we nu, er zijn gebieden en 95% is echt midden in Natura 2000. Ja, precies, er zijn er een paar. Ja, en zo zijn er, hè, er zijn ook gebieden waar 12% reductie moet zijn. Nee, precies, maar het gaat om die waar het gaat om echt heel moeilijk is. Ja, en dat moet je per gebied, en dat gaan we komend jaar doen, echt bekijken van ja, wat kan hier? Nou, er kan heel veel. Dat noemde ik net ook. Als het gaat om innovatie, als het gaat om extensivering. Maar in die gebieden is dat ja, daar wordt dat heel lastig. En wat je hoopt, en dat hoop ik natuurlijk van harte, is we hebben regelingen. Ik spreek heel veel boeren die graag willen stoppen, omdat ze geen opvolging hebben. Die ook zeggen, ja, misschien is dit het moment dat ik dat echt moet gaan overwegen. Maar er zijn er ook. En er zijn er ook die door willen, want die hebben wel de nieuwe generatie klaarstaan. Of ja, die zeggen, joh, dit zit zo in mijn ziel. Daar wil ik ook echt niet mee stoppen. Maar ik ga er alles aan doen om dat voorkomen, om ja, op die onteigening of andere dwingende maatregelen over te moeten stappen. Maar want ik vind het vreselijk. Ja, we moeten die doelen halen. We hebben daar geen keuze in. Maar ik ga er alles aan doen om dat scenario te voorkomen. 22.